vijand Willem II. Yes. Chris smokes about 30 cigarettes a day. He's not very healthy. So I'm going to take him to the boxing gym. Geloof me, ik heb deze uitzending in de montage al gezien. Je moet nu niet naar de wc gaan. Hij doet niks aan sport, hij doet alleen dachten. Zo'n sportief lichaam heeft hij niet. Competitietje en een paar biertjes erbij en dat is voor hem sporten. Chris is going to think he's an instructor. But everything is going to start to go wrong for him as soon as he gets changed. When I count to three, you'll be wide awake. You're at your boxing gym. You're going to get ready, but you're going to do everything wrong. You'll think it's right. One, two, three, you're wide awake. Wake up. Nadat Peter hem volledig onder hypnose heeft gebracht, gelooft Chris alles wat Peter hem vertelt. Onze vrolijke, maar niet bijster gespierde Brabander is er dan ook heilig van overtuigd dat hij de Nederlandse Rocky is. Maar zo'n outfit een beetje soepeltjes aantrekken, valt nog helemaal niet mee. Zeker niet als hij je handschoenen als eerste aantrekt. Ja, dat kan Chris ook niet weten. Deze sportbroek is het nieuwste van het nieuwste uit Amerika. Daar zitten namelijk maar liefst twee pijpen in. Zo, hup, shirtje aan. Ik zeg, hup, shirtje aan, handschoentjes aan, niks meer aan doen. Kijk eens even, slaat gelijk die hele muur uit zijn voegen. Kom maar op. I think he wants to fight me, but I don't think it's tough. I think I'm gonna blow him over. When I count to three, be wide awake, and you'll feel very aggressive toward me, I'm gonna taunt you, and it'll really make you mad. And when you try to punch me in the face, you will miss, and you'll be very angry and frustrated. One, two, three, you're wide awake. Well, I don't know. I mean, I don't want to. If you fancy your chances, you know. Yeah. I'll keep that. I'm not even going to use a defense. I'll keep my hands down, Nick. Nice try. You just, this is, you're just sparring, aren't you? Don't be afraid of hurting me, Nick. You have to work with me, too. Yeah. Yeah? I've got to do what? Come on, put your hands up, also. I don't even need to defend myself. You need to put your hands up. Yeah, but you've got nothing coming. I want to kick the fucking shit out of you. Come on, put your hands up. Why don't you put your hands? Because I don't need them. You need them? You need them very bad. Come on. Come on. Sleep with your dad. When I count to three, you'll be wide awake, and you'll be even more angry and throwing punches but missing. But all I need to do is to blow at you. If I just go like that, it'll be just as if I punch you in the face. It'll just knock you right off your feet. And you'll be really annoyed. You'll wonder how I've done it. One, two, three, you're wide awake. I've not seen anything yet. I've not even thrown a punch. I'm not throwing a punch yet. Come on. I swear to God. I'm not even looking. You're quite intimidating, actually. I'm frightened. No, put your hands up. I'm not even throwing a punch yet. I don't think I need to. I reckon I could blow you over. Daar sta je dan. Een volwassen kantoormedewerker in korte broek, klaar om een enorme beuk uit te delen. En dan een kerel tegenover je met zijn handen op zijn rug die je omver blaast. Hier de nooit. When are you gonna start? I mean. Nee, dat is lekker voor je zelfvertrouwen. Nee, dat is fijn hè, Chris? Zo'n hechte club vrienden die je overal in steunen. Sleep. That was a lot of fun. I feel pretty tough. When I count to three, be wide awake, and you're a coach, you're gonna give us the benefit of your skill and many years of experience. One, two, three, you're wide awake, wake up. Okay, yeah, well, this is the young hopeful. Hi. How are you? Yeah. En deze leerling is niemand minder dan Errol Zimmerman, winnaar van de K1 World Grand Prix. Daar wil je echt geen ruzie mee krijgen. Boom, dat bedoel ik. Put a bit more weight in it. Put everything you got in it. You're now looking like a faggot. Come on. Kijk, Errol, je moet observeren en luisteren. Zoals ik al zei, dit is niet je hond. Op je hoed dan? Ja, hoe trap jij je hond? Zo. Nee, dit. Zo, trap je die kudde van je. Je zet al je gewicht achter. Stop tegen een Malteser leeuwtje. Gewoon je vecht tegen de bulldog of zo. Ik maak het gewoon vast over je. Ja, dat is fijn, hoor.
Zo. Ja, dat is goed. Vanuit je schouders. Ja, laat maar, Chris. Als zo'n jongen niet wil leren... Geef nou gewoon een week lang les voor. Krachtig voor wat je heupen komt. Is dat beter? Heb je vanochtend de verkeerde string aangetrokken of zo, jongen? Echt. Oh, alleen heb zijn balkje laten maken als een filmbaat zit. Schuurt dat nou? Schuurt dat nou, hè? Libresse? You can stand. When I count to three, be wide awake, and you can continue to demonstrate. You'll think you're fantastic, but in fact, the bag's going to hurt your hand more each time you punch it. You'll almost want to cry. One, two, three, can wake up. Zoals ik al zei, probeer uit je heup te laten komen. Daar in het midden. Dat was te laag, hoor. Probeer dat respect nou eens te kweken van mij, jongen. Sorry. Hoe was die dan ook alweer? Nee. Auw! In het midden? Dat is niet midden, nog. In het midden. Onderkant, midden, bovenkant. Doe nou eens voor. Midden. Ik noem een Koopmans, een Tuur, een Van der Leijden. Ze hebben het er maar van één iemand afgekeken, jongens. Die was mooi in het midden. Zeker. Ik denk van haar krap in mijn voet hebben. We gaan wel even verder met mijn vuist. Stoten, beginnen. In je buik. Eindelijk op je hoofd. Oké. Okay. Midden in de hoofd. Besef wel, we zitten hier naar een stukje topsport te kijken, hè? Jij maar eens een keer, hoor. Oh. Wat doe je dan? Hans, kunt dat los? Oh. Dit is mijn zak, dit is mijn zaal, ik ben jouw leraar. Dus ik zei, mijn hoofd! Deze man kent geen pijn. Goed. Hoofd. 1, 2, 3. Drie keer. Doet u dit thuis vooral niet na. Wat doet u nou? Hoofd, 3 keer. Hoe lang geeft jouw les eigenlijk? Dat is 12 jaar in één stuk. De techniek die Chris hier toepast wordt verder alleen gebruikt door Tibetaanse Shaolin monniken. Ik zeg wax on. Ik zeg wax off. Ik zeg respect. Nee, dit is echt knie ook. Ja, precies hier is zijn knieën. Laat nog eens één keer goed. Je raakt het toepassen. Dus je moet er helemaal mee beginnen. When I count to three, you'll be wide awake and you're going to get into the ring in your very famous way. Only you're going to get a bit tangled up and may even hurt yourself. 1, 2, 3, you're wide awake, wake up. Oké, daar ga ik. Rustig blijven. Ik ben sterk, hij is zwak. Ik ben Ying, hij is Yang. Ik ben de draak. Hij is de lotus. Hij stapt in de ring. Ik stap in de ring. Ik stap in de ring. Ik stap in de ring. Oké, daar kom ik. Nee, ik kom. Zie je wel, daar ben ik. Oh! And sleep, you can stand. After all that, I think it's time that the teacher gets his revenge. When I count to three, you'll be wide awake, and in only a few seconds, you'll realize how rude you've been to this boxer and exactly what you're doing, but you'll realize that your life is in danger. You've made him mad. 1, 2, 3, you're wide awake. Shit, die is groot. Nee, I know. 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 I know.
Nee, hey, alles was toch oké? Okay? Hey! Alles was goed. Je bent goed. Ja, oké, jongens. Je bent goed. Ja, soms is het beter dat je onder hypnose bent. When I count to three, but wide awake, you'll be absolutely terrified, but you will at least defend yourself with the odd punch. One, two, three, wide awake, wake up. Kom op, Chris, eentje. Hey, jongen, je was goed. Je bent. Eentje. Je bent wel goed. Je bent goed. Eentje, kom op nou. Yes! Maar er zijn al betere. Oh. Die zijn geweldig.